OZG is uitgenodigd om twee redenen. De eerste reden is om een klein beetje uitleg te geven op welke manier OZG werkt. En op welke manier dat we zijn volk in het land kunnen houden. Want hij ook is bezorgd om het feit dat er een brain drain bezig is. Dat is enerzijds. En anderzijds is een groot sportfanaat. Hij is zeer erg geïnteresseerd in het wielrennen. Ik ben erin geslaagd om een ondertekende t-shirt van Sven Nys te krijgen van hem. Om dat als cadeau af te geven aan de Moronaba. C'est un chef traditionnel qui est respecté, vraiment consulté au niveau du Burkina et même dans les pays où il y a des Burkinabés qui vivent. Je parle du Mali, de la Côte d'Ivoire, des pays limitrophes où vivent des Burkinabés. Le Moronaba, c'est l'empereur des moustiques, mais qui travaille avec toutes les ethnies qui sont ici. C'est vrai qu'il n'a pas de fonction politique, mais il est très influent dans la politique au Burkina parce que chaque fois qu'il y a des crises, il est toujours consulté et il arrive à apaiser les partis pour que la paix sociale vraiment puisse s'instaurer au Burkina. Actueel heeft hij geen politieke functie, maar wel een raadgevende functie. Hij heeft een enorm moreel gezag en heeft er ook voor gezorgd, heel die revolutie die wij hier in Burkina Faso hebben gekend, die uitgemond is in een democratie, proficiat in feite voor voor de Burkinabese bevolking, is dankzij de Moronaba tot stand gekomen zonder bloedvergieten. De Moronaba heeft ons vooral verteld dat we verder moeten doen in onze herbebossingsprojecten op het niveau van de Sahel. Omdat hij toch wel heeft begrepen dat een project zoals dat van OZG er net voor zorgt dat migraties stoppen. En hij is toch wel een grote voorstander of voorvechter van het feit om brain drain te voorkomen. Namelijk mensen die ook gestudeerd hebben, dat die eigenlijk allemaal naar Europa gaan, waardoor een land zoals Burkina Faso zonder intelligentie komt te zitten. Een bos zorgt eigenlijk niet alleen tegenhouden van die verwoestijning door klimaatverandering. Maar een bos zorgt eigenlijk tegelijkertijd voor micro-economie. Doordat je heel wat producten uit een bos kunt gaan veredelen. Die veredelde bosproducten kan je verkopen op plaatselijke markten. Dat zorgt voor een micro-economie die op zijn beurt, op haar beurt, weer andere dingen veroorzaakt, waardoor mensen vooruitkomen. Een aantal simpele of eenvoudige voorbeelden is dat de kinderen nu, jongens en meisjes, allemaal naar school kunnen gaan. De vrouwen kunnen mooiere kleding kopen, de gsm's worden gekocht, er worden zelfs zonnepanelen gekocht. Men wil niet meer uit het land, men gaat nu eigenlijk terug naar de geboorteplaats.